Hey, hallo. Het is vandaag 9 augustus. En de vakantie gaat beginnen. En dat betekent dat ik weer ga vloggen. En ik ben op vakantie met mijn vrouw. Dat ben ik ook weer. En mijn dochter. De rest is thuis in Ameiden of in Amersfoort met hun vriendinnen. We gaan het dit jaar met z'n drieën doen. Ik heb heerlijke koffie gemaakt. Kijk even. Het is verrukkelijk. Kijk, het ziet er toch even gaaf uit, hè? Zo, kijk. Met een koekie. Kijk. Het is alleen een beetje sterk, denk ik. In de koelkast. Maar goed. Wij zijn dus op Landel de Vlinderhoeve. Ja. Ja, ik zeg het goed. En daar gaan wij dus een beetje vakantie vieren. Proost. En ik neem met u mee. En mevrouw wil even proost zeggen. Hier komt ze. Proost op de vakantie. Ja, ik ben nou weer voor de helft, maar ja, dat zijn we gewend, hè. Hey. Hey, ik neem jullie zo meteen mee in de rondleiding van het huisje. Dus tot zo. Daar ben ik weer. Daar staat mijn auto. En nu neem ik je mee naar het huisje. Hey, kom je aan met de deurstappen lopen? Ja, het is fantastisch, hè. Kijk, vangstcomité. Weet het? Ons terras. Ja, ja. Dat is het. Wat je hoort op de achtergrond is de koffie. Maar hier komen de spinnen. En dan gaan we hier in de master room. Mooi verzorgd bedje. Met een tv. En kijk even. Hoppa. Daar gaan wij zo de douche in. En in deze douche hebben we... Ik ga het knopje drukken. Als het goed is. Niet. Ja, deze denk ik. Oh, spannend, spannend, spannend. Ik weet niet hoe het werkt. Goed. Dit moet het dus gaan doen, hè. Ja. Ja, dan hebben we hier. De sauna. Ja. Dit is wel weer een luxe toe. Ik weet even niet hoe dat werkt, jongens. Als ik hier nou deze aandoe. En dan hier naartoe een ander op drukt. Ja. Kijk, wow, voel de warmte. Een sun shower. Oeh, zo. Ga ook eruit, denk ik. Ja, schitterend. Dat gaan we dus even wel doen, hè. Dat is de badkamer. En dan. Hey, andere deur. We gaan er zo uit, zo'n jat. Mooi, kijk, ik kan zo'n rondje lopen, zo. Hop. Bathroom. Douche. En dan zijn we hier in de entree. Hier zit u met dubbel. Nou, goeiedag. En hier, dames en heren, de keuken. De keuken. Met alles voorzien en wel. Dan lopen we door. Dan hebben we hier de slaapkamer van Marit. Ziet ook goed uit. En hier de keuken. En dan lopen er allemaal mensen hier om me heen. We gaan even een stop. Ze gaan naar de vijver. En hier, dames en heren, de woonkamer. Het woongedeelte. En dat ziet er ook zeer luxe uit. Met, jawel, een airco. Nou, die hebben we de komende dagen wel nodig. Voor 30 graden. Een televisie. Een mooi open raam. En hier kunnen wij zo naar buiten. Naar het terras. En dan ziet u dat ze zitten aan een watertje. En ze zijn aan het meten hoe diep het hier is. Ze willen daar gaan zwemmen of zo. Dus het huisje ziet er picobello uit. Ze mogen even weten hoe diep het was. Ze gaan gewoon kijken hoe diep een vijver is. Maar dit is dus ons uitzicht. Nou, niks te klagen. Joehoe! Oh ja, ik ben het belangrijkste vergeten, dames en heren. Mathilde is daar super blij mee. Let op. Rappapam. Een handig systeem, kijk zo. Oh, kijk. Ploep. En kijk, de wasmachine. Ja, jongen. Van alle gemakken voorzien. En Mathilde is helemaal gecharmeerd van het systeem. Schitterend. Maar kijk even hoe mooi het is. Ja. Dat wordt een mooi weekje, dames en heren. Wordt een mooi weekje. Een hele goede morgen. Wij zijn vandaag wakker geworden in de Vlinderhoeve. En we gaan een lekker ontbijten. Op deze dag.
Goedemorgen, dames. Ik kan het gewoon kopen. Is dat anderen voor bezorgd? Goedemorgen, dames. Morgen. Goedemorgen. Morgen. We gaan vandaag naar Duitsland toe, naar Münster. Een stadje. En gaan we eens kijken wat het daar is. De vlog is er live bij. Ik neem je weer mee. Dit is het vijfde waar wij op zitten te kijken. Alle huisjes. Ja, het is wel een mooi park hoor. Redelijk nieuw. Maar zeker mooi. Dit is ons huisje. Ja, het is een mooi park. Het ziet er mooi uit. Hey, hallo. We zijn aangekomen in Münster. Dit is de parkeergarage waar we onze auto geparkeerd hebben. Ik neem het even op, voordat we zo meteen niet weten waar we zijn. En we gaan naar de Altstad in Münster. Münster. Daar gaan we dus heen. Ik neem en we zitten even lekker op het terras aan een kopje koffie. Koffie. Zwaai maar even. Het is leuk dat ze jullie in beeld zwaaien. Jij ook maar even. Ja, leuk hè? Ja, ja. Daar ben je op stap. In de boekenzaak met natuurlijk aan de waard. Zoek naar een boek. Een boek. Een mooi gebouw hier in Münster. Een kerk. Nog een beetje sightseeing Münster. Pollentheater lekker tegen de zon. Dit is de voorkant van het kerk. Kaartje voor de ouders. Kijk eens, ook weer zo'n heel mooi gebouw. Kerk, een dom. Zeer, zeer mooi gebouw. Kijk eens even al die beelden in dat. Kijk eens. Mooi hè. Wat een werk is dat geweest hè. Hoe was het eten? Het was lekker, heerlijk. Ja. Hoe was het eten van u? Het was lekker. Ja, kijk, het is erop, zie je dat? Stiezeltje, pakketje, polenkabol of zo. Dat was lekker, hè? Lekkere zalm, heerlijk. Hier hebben wij dus lekker gegeten. De brasserie. Een hele goede morgen. En wij zijn aan het ontbijten. Heerlijk buiten op ons terrasje. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Ja, het bleek dat ik de broodjes moest bestellen hier. Maar gelukkig had ik al een heel broodje mee. Dus we gaan vandaag tosti eten, want ik had de broodjes niet besteld. Dan kijk eens even wat een mooie dag. Het is weer zondag. De zon schijnt. De lucht is blauw.
En wij gaan vandaag de omgeving bekennen. Hè, dames? Zeker. Zeker. Dus ik neem je weer mee vandaag. Fijne dag. Zo, goeiemiddag. Nee, ochtend nog net. Wij zijn aangekomen in het kleine plaatsje Lochem. 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 Ja, winkels zijn dicht, dus dat scheelt mij weer wat geld. Ah, we gaan straks nog wieder. Wieder. Ik draai jullie even op en dan laat ik jullie de mooie kerk zien en het pleintje waar ik... Kijk, dit is het plein in Lochem en dit is weer een mooie kerk. Zit van is wel wat groter. Kijk, daar zijn de dames zijn weer. Gewoon de dingen zo open. Kijken, want hier heb je wel... Hoor. Verder heb ik eigenlijk geen idee wat we hier gaan doen. Wel een mooie kerk. En dit is het VVV-kantoor van Lochem. Een mooi gebouw. Een mooi shield. Of schild, wat je dat noemt. Nou, meemaakt, dames en heren. Is echt ongelooflijk. We lopen hier in Lochem. Mijn vrouw ziet een menukaart, kijkt ernaar en denkt van... Hé, hey, maar dat ziet er allemaal lekker uit. We hebben hier paddenstoelen in bierbeslag. Wat denk je? Ze reserveert gelijk voor vanavond. Ja, en dan moeten we hierheen. Jommie, 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 jommie. Nou, dat maak je toch niet mee, hè? Satéetje vind je lekker camembert. Satéetje camembert. Champagne. Kijk hoe papa dit aan het doen. Nou, dus we eten vanavond hier achter mij. Zit hier het terras. Daar eten we. Nee. Tafeltje onder de parasol. Nou, tot vanavond. Hallo, we zijn nu in Zutphen. We staan hier bij een mooie poort en gaan nu de stad in. Joejoe. Dit zo is ook leuk. Al die luikjes. We gaan even kijken naar de luikjes. Wat mijn vrouw zegt, kijk, dat is kunst. Kijk hoe omver gereden wordt. Het draait wel rustig om. Maar dan zit hij hier. Nou, als je nu zwart bent, ben je de luikjes. En nu gaan wij daar naar dat kerkje. Tjoep, tjoep. We wonderen nog even deze kerk van buiten. Kijk eens even zo mooi. De IJsselkade. Een gewoon trein. Gauw, maar die kan ook een gewoon trein in beeld. Een trein. Kijk, zie je? Een mooie trein. Met trein over de brug over 12. Nou, plaatje is compleet, dames en heren. Er stond een kind op de kade. Dat is hier iets, want daar staat. Ja, ja. Even een shot dichterbij. Ja, mooi plekje, hoor. De IJssel. Het plekje. Wij zijn nu beland bij kasteel Ruurlo. Zoals je kunt zien, een heel mooi kasteel. En wij gaan een rondje lopen om het kasteel. En kijk eens eventjes. Wij lopen nu om het kasteel. En natuurlijk ben ik niet alleen, maar dan ben ik ook met... Ja! Kasteel. Dames en heren. Zo, dames en heren. Dan ziet u mij ook nog eventjes hier lopen. Achter mij de dames, denk ik. Mevrouw. 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 Ja. Ja, ja. En dan gaan we dus de tuinen in van het kasteel in Ruurlo. Kijk even met mij op het kasteel. Kijk, een fotootje van mij. Hier mijn vinger er weer in. Even. Schitterend, schitterend. Ja, ja. En kijk eens eventjes
Ah, dat pompen plat en zo, het is toch mooi. Hallo. Kijk eens even. Kijk even mevrouw. Kijk even hoe mevrouw hier zit. Zit je lekker? Nee. Je zit maar lekker. Dat is een ander iets. Middag. Middag. Morgen, middag. Morgen. Wij zijn in. Waar zijn we nu? Bad Bentum. Bad Bentum. En wij gaan toch in de boven lopen. We gaan een burg bezoeken. Ik neem u weer live mee. En kijk, maar het is er al. Ja, hallo. Kijk u eens even. We moeten wel weer even klimmen. Maar kijk. Daar zit ik en de dames, die komen er ook aan. Ah, hier een bankje, kun je zitten. Zo, wij zijn aan het lopen naar het kasteel. Kijk eens eventjes. We moeten door die poort heen, hè, mevrouw? Ja, ik denk het wel. Dus we gaan eens kijken. We zijn nu beland in de kerk van het kasteel. Kijk eens. En het is een heel bijzonder beeld. Want het is aan twee kanten met de rug naar elkaar toe. De Madonna. Kijk eens. Schilderijen. Nice. Nu ben ik daar boven in de kerk beland. Kijk. Hallo. Ja. Kijk eens. Sorry, maar dit noem ik. Kijk, dit is de binnenplaats. Nee, precies. Zo, kijk naar zo'n binnen. Kijk eens eventjes. Ontstaan. Wij, kijk, we zijn met z'n tweeën helemaal boven op de berg gekomen. De berg, de toren. Kijk eens. Even een draai maken. Kun je zien hoe het eruit ziet. Met daar de vlag van Duitsland, als het goed is, als ik het erop krijg. Ja! En nu mogen we weer naar beneden. En dan stopt er nog een redelijk smal trappetje weer naar beneden. Redelijk smal. En hier het uitzicht op het binnenplein van boven. Nice. Dames en heren, zo ga je dus het trapje af. Maar dat ga ik dus even niet veel op doen. Ik wil wel even gewoon, maar heeft hij er wel een idee? Zo, Anna. We gaan nu heel langzaam het trapje af. We zijn er bijna hier. Oh, dan krijgen we nu nog een paar moeilijke trapjes. Gaat het toch? Ja hoor, het lukt. Dan moeten we dit toch even doen. Oeh. Nou, ik stop er even met chillen. Tot zo. Ja, kijk, daar zijn we dus vanaf geklommen. Yo. Dit is het tweede binnenplaatsje in de toren. Wat zou dit doen dan? En dan gaan we nu lachen. Nou, dat doet hij. Nu gaan we nog een trapje af. En als het goed is, is mama klaar. Joe. Nou, ik denk ook hier stop ik even met filmen. Het was vroeger de palken van de paardenstal. Nu is het een expositieruimte geworden. Ja,
Het is een rode beker. En hier zijn ze dan, de ridders. Rappapam, rappapam, rappapam. En dan beeld hij. We zijn nu ergens anders. En we gaan zo een trapje lopen. Ja, dat heb je in kastelen, trapjes. Wenn Sie mehr zu dem spannenden Thema Archimedes möchten, dann erwerben Sie an der Kasse das Buch. Ik ben cool. We zijn in de gevangenis beland. Kijk, zo zaten ze vroeger gevangen, dames en heren. Gewoon een rondtoortje. Dan zou het wel gek worden, denk ik. Kijk, dit is een leuk werkkamertje. Lekker sfeertje hier. Leuke dode gewaaien. Ja. Kijk even, lampie, plafonnetje. Ja, ja. Dit is ook een mooie bord en dat is ook afgrijzelijk bestek. Ja, kan niet. De ridderzaal. Slaapkamer. Ivanhoe, Ivanhoe. Rilletjes. Kijk eens eventjes. Speren. Harnasje, lampie, oeh, een kist. Hier, hier. Babykleding. Babykleding. Ah, kijk. Kijk. Babykleding. Neem er een setje van mee. Kijk, dat glas aan lood, hè, zo mooi. Oh. Kijk, maar kijk of het een grote zaal dit is. Hè. Zo. Ja. Shit, hè. En ik ben nu mee verder in de rondleiding. Ah, hier hebben we de bed van de andere kant, de slaapkamer. Daar had je wel aardig wat ruimte zo te zien. Graaf in Mathilde loopt daar. Dit is de trouwzaal. Je kan hier wel een feestje bouwen. Een trouwzaal, je kan hier eten. Een mooie eetzaal heb je hier. Kijk, jongens, ik ben er ook. Hallo, hallo. Kijk eens even. En dat zijn de gangen. Mooi, hè? De garage. En dit is dan het einde van onze tour door kasteel Burg Dalfheim. Ik hoop dat u genoten hebt van deze rondleiding. Applaus voor jezelf. Kijk wat ze hier hebben. Een mannenparkeerplaats. Omdat hier een winkeltje is. Lachen. En we zijn nu in Oldenzaal, waar we deze mooie kerk zien. We gaan naar het winkeltje Terlo, waar mama altijd op internet kijkt. Hoe en wat. Ben benieuwd. Ja hoor, ze is er. Lalau. Ga treedje naar binnen, dat is mooi hoor. Doei, veel plezier. En ook hier weer een stukje historie van Oldenzaal. Mama, vertel even, wat is dit? Dat is het Poolse Huismuseum.
Koetshuis. Hallo. Hallo. Hallo, waar zijn wij? In Holten. Bij de pannenkoekenbakker. En wij hebben eten. Maar dit is een heerlijke tapatio pannenkoek. Ik heb saté pannenkoek. En ik heb iets van hij. Hoe verzinnen ze het, hè? Op een pannenkoek. Lekker eten. Hey, hallo. Het is avond, hè. We zijn weer terug op het park. We hebben lekker gegeten met het pannenkoekhuis. Dat hebben jullie wel gezien. En nu zijn wij dus een spelletje aan het doen. Skippo heet het. En we hebben net een rondje gespeeld. En het eerste rondje heb ik gewonnen. Toppie. Proefrondje. Maar ik win hem wel. Nu gaan die dus voor het echie. Ben benieuwd. Vrouw, wat denk je ervan? Wie gaat er winnen? Ik, hè. Wie gaat er winnen? Marit? Ik. Vol overtuigd denk ik dat ze gaan winnen. Oh. Ik vertel zo hoe het afgelopen is. Zeg het even. Dat ik leuk vind dat ik weer kan winnen met Skibbo. Nou kom, dan wij het nog niet zo goed kunnen. Ja, maakt me niet uit. Gewonnen is gewonnen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd hoor. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Jij, Marit. Ik heb gewonnen. 2-1-0. Ik heb gewonnen. Olé. Ik heb gewonnen. Olé. Ik heb gewonnen. Ja, ze weten het. Zo, we gaan zo lekker slapen. Wel rusten en tot morgen, dames en heren. Wij zijn weer van de partij. Wij gaan ontbijten. Ik wil even laten zien hoe goed de broodjes zijn gelukt. Ja. Wij gaan vandaag naar Enschede. En dan gaan we eens kijken hoe dat eruit ziet. De vlog is er live bij, dames en heren. Hallo. Wij zijn, kledingwinkel, kinderbaby, nummer 2. Die vindt dan. Kijk even. Dit dan. Kijk. Ja, we kijken. Stuur maar even naar Bas. Ja, leuk hoor. Superleuk, superleuk. Lief ding. Dit is Enschede. Hey Mark. Hallo, hey. Ik ben de Ro. Hey. Ik ben de Ro. Heel triest. The first one to jump him. Hallo. 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 Hallo dames. Even een interview. Hoe gaat het met u? Ja, goed hoor. Dag hoor. Ook hier? Ja. Wat toevallig. Hoe bevalt de Enschede u? Ja, prima hoor. Ja. Moet even naar de kruidvat. Kruidvat, zijn we er geweest. Ja, maak wel even nog wat spul halen voor mijn haar. Spul voor de haar. Ja, even gel of wax. Hallo. Maar alles goed verder? Ja, zeker. We kunnen ook even weer dat etenstaartje. Ja. Kijk, ik heb het parkeerkaartje. We hadden weer problemen. We werden opgesloten in het parkeergarage. We konden niet betalen, maar een hele vriendelijke man heeft ons geholpen. Heeft een nieuw kaartje gemaakt. En ja, we kregen korting. 15 euro hoefden we te betalen in plaats van 16,50. Maar dat was weer wat. We reden vanmorgen binnen. Kaartje trokken, ging een hengel niet omhoog. De deur, de slagboom. En wij dus zeggen van, hey, hoe kan dat nou? Eindelijk gelukt. Willen we betalen zo meteen, wat denk je? Uw kenteken is niet geregistreerd. Nee, dat klopt, want er kwam er niet in. Hebt u een kaartje gemaakt? En nu, hopelijk kunnen we eruit. Dus dat gaan we zo zien. Enschede, bedankt. Ja, nu we dan toch in Enschede zijn, gaan we ook even een kijkje nemen bij de monument van de vuurwerkramp. Dat dus deze hele wijk hier had opgeblazen. En dat is, dit is het wat er nu geworden is. Zwaar beschadigd. 1250 mensen raakten dakloos. Oh, dit is een dak. Dat zal ook waarschijnlijk. Ja, dat is het. Dat is het monument. Ik neem je even mee. En dit, die steens, dat zijn het huis, wat het was? Ja, zoiets. Ik heb het net voorgelezen. Dit is het monument. Met alle namen van de mensen die overleden zijn.
Goedemorgen, dames en heren. Goedemorgen. 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 Goedemorgen, ik heb een nieuwe haar. Ik heb een nieuw haar. Mooi, hè? Mooie koep, kijk. Allemaal, het springt allemaal omhoog. Ja, het begint te groeien. Ja, ja. Ja, geweldig. Ik heb ook nieuw haar. Je ziet het. Kaler geworden. En bruiner, hè? Bruiner gezicht, ja, van al die zon, jongen. Vandaag is gelukkig een stukje afgekoeld gisteren. Dat voel je wel. We gaan vandaag naar Herlotoren toe. En daar gaan wij heel veel pret maken. Ik ben heel gespannen. Een heel groot avontuur in Herlotoren. Maar ja, we gaan het zien, hè. Huis is trouwens nog steeds top, hoor. Tophuisje. Met airco waren we gisteren heel blij mee. Ik neem hem weer mee vandaag. Hey, hallo. We zijn aangekomen bij Herlotoren. Kijk, de dames hebben de kaart aan het bekijken. En wij gaan vandaag een leuk dagje maken. We zijn nu wel gewoon bij de ingang van Herlotoren. We gaan eens kijken wat het vandaag gaat worden. Oh, 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 spannend, spannend, spannend. We gaan in de cross-up van Herlotoren. Achtbaan, achtbaan. Op het mens. Glijbaan, glijbaan. Ik kan niet gewoon zomaar zien dan. Hallo. Ja jongens, we gaan de jungle in. Spanning en tentaat. Ja, kijk eens van de ogen. Hallo. Dit is een ride. Ik heb een verhaal verteld waaruit. Is er in deze jungle een schat verstopt? Hoe moet ik zo snel kunnen zien wat daar staat? Oeh, kijk, papegaai. Ik ben een vogel. Je zit aan het winter. Jo, ik kan hartstikke goed vliegen in mannen. Jij moet gewoon. Jongens. Wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er? Oh, kijk. Water. Wil je dat niet op? Vliegtuig is neergestort. Oh jee, vliegtuig neergestort. Met apen erbij. Oh, wat is het vliegtuig? Die aap was dronken. Oh, kijk dan. Het is een heel paard. Het is een slang. Uh-oh. En ik zit in het midden. Ik weet wel dat ik daar niet in moet als ik net gegeten heb. Nee. Dan had ik het wel echt alle. Hallo! Oh. Hoeft niet. Weg is genodigd. Oh. Nou, doe het echt rustig. Dat kan niet. Oh. Je zou hier maar met een klein kind te zitten. Ja. Nee, hier dan, let op. Maak het niet schrikken. Oh, wacht. Sorry, maar hier zou ik vroeger een gejankt hebben. We gaan nu naar de Discovery Club. Hij ligt in het midden.
gaan we heel ver duiken. En? Maar ze hebben niet genoeg. Jongens, het kan niet. Ze hebben niet genoeg. Nou, dan wordt weer met twee. Maar, oh. Maar, het wacht even. Willen we drie tegelijk zien? Hallo, papa's, mama's. Willen we drie tegelijk zien? Geen applaus, pas applaus geven als hij naast mij staat en het zelf kan horen. Dames en heren, jongens en meisjes, het avonturenpark Hellendoorn presenteert jullie de High Dive. Wacht even. Floris, waar is Paco? Hey, Paco kapot! Kapot! Paco! Hey, wacht jongens, wacht even. Die duurt nou echt lang, wacht even. Ja! Jongens! Kijk even onze helden, ze gaan in het water. Ja, ja. We gaan met de bootjes, dames en heren. Ik heb net in een zweefmolen gezeten, ik ben kotsmisselijk. Kijk, dan moet je wel instappen. Geweldig, hè. Zo, bootjes geweest en wij zijn, ik tenminste, zeik en nat. Het filmen. Het is nat, jongens. Ja, en dan moet je mij er even op zetten, dat ik ook een zeik. Voilà. We hebben een prachtige magneet. Door dat gebeuren daar ben ik dus in Hilde en Marit zeik en zeik nat. Kijk even, daar komt een bootje aan. En dat is plat helemaal nat en je bent nat. Zeg het nog een keer. We gaan het schip in. We gaan het schip in. Spannend, hè? Zo, hè? Had ik even mazzel. Nou, we gaan ze hoor. Spectaculair hoe ze erin gaan zitten. 1, 2, hoppatee. Ja. Ze zitten. Goedemorgen jongens, welkom bij dag, weet ik veel, zo gaat de vakantie hè. Op een gegeven moment weet je niet meer welke dagen je had. Kijk, de dames zijn er ook. Hallo. Hallo. Vandaag gaan wij, donderdag is het vandaag, dat weet ik inmiddels wel. Dan gaan wij naar Deventer.
En dan gaan we eens even kijken hoe het in Deventer is, dames en heren. Ik neem u vandaag natuurlijk weer mee in mijn vlogje. Hoe is het in Deventer? Oftewel, hoe is het in Deventer? En op dit moment horen jullie op de achtergrond allemaal kraaien. Ze zaten in die boom. Vlogen. Vroom, vam, vam. Dat is een mooi gezicht. Maar nu zijn ze alleen maar aan het kraaien. Daarmee dus ook kraaien. Hey, ik neem jullie weer mee. De vlog is live. Even lekker koffietje genomen. Ja, we zitten op een terras. Op het terras. Deventer. Deventer. Hallo. Proost. Lekker koffietje. Heerlijk. Lekker de flat white. Oké, we zijn eens in Deventer, dames en heren. En hier staan we op een groot plein. Sightseeing Deventer. En daar, kijk, daar staan de dames. Daar lopen we even rustig naartoe. Hop, hop, hop. Chop, chop, chop. En we kijken de dames naar. Naar een mens. Dat is eigenlijk daar wel het mooie torentje. Gemeentehuis is dit. Heel mooi. Ja, ja. Deventer op zo'n mooie stad. En nu lopen we weer een leuk straatje in, dames en heren. Met allemaal parasolletjes. Verzin het maar. Allemaal parasolletjes op de straat. Handig als het regent. Kan je even ontstaan. Hey, hey, hey. Hallo. Ah, dit is de kerk in Deventer. Ja. Ook geen kleine kerk zoals je kunt zien. De ezel, de molen, het pontje, dan komt het pontje weer aan. Hallo. Spannend. Ja? Ik zeg dat het is spannend. Charles Dickens. Kabinet, zoals dat hier heet. Grappig. Nou, dit was het twee keer Vlinderhoef, hè? Het was een leuk park. Weinig te doen. Te doen. Maar huisje was top. We hebben ons lekker vermaakt met z'n allen. Toch, dames? Zeker. Ja, zeker, was leuk. En wij gaan zo meteen in de avond naar huis. Maar daar kunnen we lekker rustig aan doen. En ja, het is eigenlijk lekker vakantie gehad, hè? Ja, houd het je weer vol geladen. Houd het, je zit weer helemaal tot aan het dakje vol, jongens. We hebben weer lekker inkoopjes gedaan. En uitkoopjes verkocht. Nee, hoor. Ja, ik heb alleen maar kleine dingetjes. Dat neemt niet veel ruimte in beslag. Ik draag het allemaal om me. Dus daar merk je niks van. Nee, en ook veel voor de kleine. Merk je ook niks van. Het was zo'n doosje. Verder niks. Nee. Maar voor de rest, top weekje gehad. Zo. En zometeen gaan we weer naar Amersfoort. Dit was de vlog voor dit jaar. Houdoe. Doeg. Doeg. Doei, 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 tot volgend jaar, doei.